Hey, mijn naam is Olaf Bok van Freakrunde Nederland en ik sta weer in mijn werkplaats. En ik heb een geluidsbox, zeg maar, boven mijn kilometerteller hangen tussen mijn stuur in. En ik gebruik die natuurlijk om, als ik een rit maak, om een beetje muziek te kunnen luisteren, maar vooral ook voor de tom-tom. Waarom? Als ik de tom-tom gewoon neerleg zonder die box, dan hoor ik helemaal die vrouw niet praten. En dan moet ik elke keer kijken en dat vind ik heel irritant. En als ik dan de tom-tom, de vrouw door de box hoor, dan kan ik mooi de weg vervolgen zoals tom-tom mij aangeeft. Maar omdat die box daar dus hangt, zie ik dus mijn kilometerteller niet meer. Daar had ik dus een oplossing voor. Ik ga het jullie even laten zien. Ik moet even mijn mobiel pakken. En waarschijnlijk ook nog opstarten. Yep. Even geduld. Dat vergat ik even. Ik heb toen een app gevonden op mijn, zeg maar, op de telefoon. En dat is een digitale kilometerteller. En dat is best fijn. Ik zal het jullie even laten zien. Dat is hij. En als ik hem dan intoets, degene die ik wil. Ja, soms heb je te maken met reclame. Moet je even wachten tot dat voorbij is. Dan kun je op het kruisje houden. En dit is de kilometerteller. En die had ik namelijk altijd bovenaan in mijn tas. Had ik die namelijk in de plastic hoes zitten. En daarmee kon ik dan weten hoe hard ik reed. Maar er zat een maar aan. En ik zal jullie even laten zien. Ogenblikje. Kijk, bovenin hier. Heb ik hem dan in zitten, mijn telefoon. En die gaat met een USB-kabel, gaat die zeg maar naar de USB op mijn motor. Die ik weer aangesloten heb op mijn accu. Waarmee ik dus zeg maar stroom kan voorzien voor de telefoon. Alleen een nadeel is, als daar te veel licht op mijn tanktas scheen, dan zag ik niet meer hoe hard ik reed. Ik had gewoon helemaal geen zicht meer op mijn mobiele telefoon. En het laatste wat ik wil is natuurlijk een bekeuring. Ik kan het gewoon niet veroorloven en ik heb daar ook geen behoefte aan om een bekeuring te krijgen. Omdat men gewoon mij aangeeft, je hebt de kilometerteller niet in zicht, dus je krijgt daar een bekeuring voor. Toen ben ik gaan denken en ik kon niet vinden wat ik zocht eigenlijk tot eergisteren. Toen zag ik via Facebook, en dat is een nadeel als je ook bij iets bij een bedrijf iets gekocht hebt, dan zie je één keer automatisch allemaal reclame voorbij komen op Facebook. En daar zat namelijk iets in, of er zat wat op ik zag dus iets voorbij komen waarvan ik dacht van dat is nou wat ik wil. Ik heb het doosje net binnen gehad. Ik pak hem even erbij. Zo. Ik ga hem even openmaken. Voor mij is het ook nog steeds een raadsel of het wel past. Zo niet, dan moet ik hem terugsturen. Zo. En wat ik dus tegenkwam, was dus dit. Je kan hem gewoon op je stuur bevestigen. Je kan in deze hoes kun je je mobiel in doen. En dan is hij dus waterdicht. En dan kun je gewoon goed je mobiel lezen. Nou, ik ga hem nu monteren, kijken of het allemaal past en ik ga het jullie laten zien.
zoals jullie zien heb ik nu hem aangesloten. Mobiel zit erin, een stekker zit erin. Heb ik aan de onderkant gekozen, zodat er geen water bij kan komen. En die gaat dan hier in het USB stekker. En dan heb ik volledig stroom op mijn mobiel. Ja, ik heb even mijn hoodie uitgedaan. Het was even een beetje warm voor me. We zijn weer een stap verder. We hebben nu de tas waar de fotoafspullen en de filmspullen in zitten. Alleen de drone kon ik er nog niet in doen, maar die kan ik achter in mijn koffer doen. Aan de zijkant heb ik dan mijn statief gemonteerd en aan de andere kant de stoel heb ik nou gemonteerd. Ik heb de box voor de muziek en voor de tomtom. En ik heb nu dus een waterdichte hoes, zeg maar, voor mijn mobiel, dat ik veel duidelijker kan zien hoe hard ik aan het draaien ben. We zijn weer een stap verder. Groetjes! Ai ai!